Welkom op de set van Spitsbroers, een nieuwe reeks voor VTM, die zich volledig situeert in Genk en omstreken. De reeks gaat eigenlijk over twee broers die beide een gezamenlijke droom delen, zijnde ze willen profvoetballer worden. Of dat zal lukken, ja, daarvoor moet je kijken natuurlijk, dat kan ik nog niet verklappen. Wij zijn vandaag aan onze laatste week toe van de opnames. We hebben 4 maanden gedraaid in Genk. In totaal zijn dat 80 draaidagen geweest. Dat is vrij veel, maar ja, we draaien dan ook 10 afleveringen. Dus het is ook voor 10 weken lang televisie te maken dat we hier zo lang zijn geweest. De opname GSM Zuid, mocht dat nog niet gebeurd zijn. En opgelet. Wij plaketten. Ja, geluid. Stilte alsjeblieft. Geluid. Stilte alsjeblieft, opgelet. En geluid. Draaien. Geluid loopt. 1 op 1, tweede maal. 3, 2, 1 en actie. Vandaag bijvoorbeeld draaien we de laatste scène van het personage Ibi, gespeeld door Gökhan Gorginyol. Dat is eigenlijk een van de beste vrienden in het verhaal van de broers. En die zal straks op spectaculaire wijze zijn afscheid nemen, want die gaat een accident beleven met zijn brommer. En die gaat ten val komen. En daarvoor gaan we de hele namiddag lang opnames maken, zodanig dat we dat spectaculair en plezant in beeld kunnen brengen. Genk is een sportstad en dat bewijst deze serie weer eens te meer. En vandaar ook dat we heel fier en trots zijn dat we als stad kunnen meeparticiperen met onder andere ook Genkse acteurs, maar vooral een heel Genkse setting die een mooie reeks op tv zal brengen die in het voorjaar van 2015 te bekijken zal zijn.